Nederland is vol, bomvol. Maar dat interesseert politiek Den Haag helemaal niks. De leugenaars en wegkijkers uit het kabinet en Tweede Kamer vinden het prima dat er iedere week meer dan duizend asielzoekers ons land binnenkomen. Hoe meer toekomstig stemvee en profiteurs ons land binnenkomen, hoe beter ze het vinden. Maar ik vind het niet oké. Okay. Ik vind het schandalig. Ik vind dat Nederlanders worden verraden. Asielzoekers pikken onze woningen in. Ze profiteren van onze uitkeringen. Ze krijgen gratis zorg. En Nederlanders. Mogen dat allemaal betalen. En onze wijken en straten worden nog onveiliger met al die gelukszoekerscentra. Duizenden asielprofiteurs, waaronder ook veel jonge mannen met losgeslagen hormonen en achterlijke islamitische normen, kunnen onze vrouwen en dochters lastigvallen en aanranden. En velen hebben de boel ook bedonderd. Honderden mensen die in Nederland binnenkwamen als asielzoeker omdat Afghanistan zogenaamd onveilig was, zijn gewoon voor vakantie en familiebezoek teruggegaan naar Afghanistan. We worden dus belazerd. Waar we bijstaan. En de politieke elite laat het allemaal gebeuren. Roept in koor: meer, meer, nog meer asielzoekers hebben lak aan de Nederlanders. En het PVV-plan is heel eenvoudig: dicht die grenzen. Nul asielzoekers meer toelaten in Nederland. Helemaal niemand. Nul is nul en vol is vol. Vang ze maar op in de regio, maar niet hier. En de verantwoordelijke, de verantwoordelijke voor dit wanbeleid van open grenzen en nog meer asiel en nog meer islam, verdienen het om ooit voor een tribunaal te verschijnen om zich te verantwoorden voor het kapotmaken van Nederland en het weggeven van alles wat we hebben. Rutte, Kaag, Klaver en die hele bende, de hele bende verdient geen steun, maar politiek verzet. En vergeet nooit, Nederland is van ons en de PVV is er voor u.